Er wordt zo vaak gezegd, de doelen die je stelt, moeten realistisch zijn. Ik ga even een heel slecht woord gebruiken. Ik vind dat bullshit. En in deze aflevering leg ik je uit waarom. Hier gaan we. Hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering waar we het gaan hebben over doelen en vooral doelen stellen. Het is zo'n belangrijk onderwerp dat we samen gaan bekijken. Want heel vaak wordt er gezegd dat de doelen die je stelt realistisch moeten zijn. En natuurlijk snap ik van waar dat idee komt, want het lijkt logisch. Hè? We stellen een doel. We willen ons doel behalen. Dus we kijken naar wat is er haalbaar. Wat is er mogelijk voor mij? En daarom stellen we realistische doelen. De Mensen die vaak doelen stellen, die kennen waarschijnlijk ook het SMART-model. S-M-A-R-T. Model, S -M -A -R -T, om doelen te stellen, de R in het SMART-model staat ook voor realistisch. Is het realistisch, is het haalbaar. Nu, mag ik je een vraag stellen. We stellen doelen omdat we graag iets willen behalen dat we tot nu toe nog niet behaald hebben. Toch? Vaak is hetgene dat we willen bereiken buiten onze comfortzone. We kennen allemaal het plekje van... of de quote van... life starts outside of your comfort zone Of het idee van, het plaatje van... stel dat dat je comfortzone is... en dat wat we willen bereiken zit daar buiten. Dat kennen we allemaal, dat is cliché. Voor een reden. En heel vaak gaan we doelen stellen... die binnen onze comfortzone zijn. Maar dan is mijn vraag van... Ja, maar als dat binnen je comfortzone is... Ja, dan, dan zou je het toch al bereikt hebben... Of dan is het gewoon een kwestie van tijd vrijmaken om daar naartoe te gaan, naar dat doel. Um, dus ik, ik snap volledig van waar dat idee komt. Hè? Nu, je moet weten als we binnen ons comfortzone blijven, dat is onze veilige zone. Door daarin te blijven, blijven we een beetje wie dat we zijn. Dus er is een heel mooie quote van mijn eigen coach. En hij zegt heel vaak. What got you here won't get you there. Dat wat je hier heeft gebracht, gaat je niet naar daar brengen. Dus het doel dat je stelt is de daar. En als je blijft handelen hoe dat je altijd al hebt gehandeld, hoe kunnen we dan verwachten dat we een andere uitkomst gaan krijgen? Dat is heel het idee erachter. En de vraag die ik hier stel is deze: hè, realistische doelen. Gaat het wel om het doel? Gaat het wel om het doel. Of gaat het om de persoon die je wordt op weg naar dat doel? Ik ga je uitleggen wat ik bedoel. Hè. Realistische doelen, doelen die binnen onze comfortzone zitten, doelen die realistisch en haalbaar lijken, die gaan onze grenzen niet gaan verleggen. We blijven in onze comfortzone, dus we gaan niet groeien. Als persoon. En het is net door doelen te stellen die zo groot lijken, die zo uitdagend lijken, dat je ook als persoon uitgedaagd wordt. Er gaat iets nieuws van jou gevraagd worden om dat doel te gaan bereiken. Er wordt van jou verwacht dat je ofwel iets loslaat. Dat kunnen angsten zijn, dat kunnen onzekerheden zijn. Maar dat kan ook zijn dat er iets nieuws van jou wordt verwacht als persoon. Iets dat je moet ontwikkelen om dat doel te kunnen gaan bereiken. Dus weer al, what got you here? De persoon wie je was die je tot hier heeft gebracht, won't get you there. Gaat jou niet hier brengen. Er is iets nieuws nodig van jou om dat groot uitdagend eh, doel te kunnen bereiken. Snap je wat ik bedoel? En dan is mijn denkwijze zeg maar of mijn euh, filosofie erom. Het draait eigenlijk op dat moment niet meer om het doel, maar wat dat van jou nodig is om dat doel te bereiken. Een voorbeeld: ik stel elke, elk, elk, jaar, elk kwartaal, elke paar weken en eigenlijk elke dag stel ik doelen op. En die doelen die haal ik 90 van de tijd niet. En dat is gewoon omdat dat zo'n grote doelen zijn. Maar wat mij dat wel bijbrengt, is dat de persoon die ik word, dat is eigenlijk een mooier cadeau. Of een... Dat wordt eigenlijk het doel. Hè? Maar wacht, ik ga het proberen niet te ingewikkeld te maken. De persoon die ik word op weg naar dat doel, dat is het nieuwe doel. Ik ga je een concreet voorbeeld geven. Stel dat jouw doel is om. In het sportpaleis binnen een jaar voor al die mensen te kunnen zingen. Ik weet niet hoeveel volker in het sportpaleis kan, maar dat even terzijde. Stel dat dat uw doel is. Hoe handelt een persoon die in het sportpaleis zingt? Die gaat heel anders handelen dan iemand die onder de douche zingt of een keer, één keer per week naar een koorrepetitie gaat. De persoon die in het sportpaleis zingt, die gaat voor zijn stem zorgen, die gaat ervoor zorgen dat hij. Om de twee dagen minstens een keer goed gaat oefenen. Die gaat heel doelgericht naar repertoire werken. Die gaat misschien een fijn uitbouwen. Die persoon die handelt dagelijks heel anders dan de hobbyzanger die één keer per week in het koor gaat zingen. Zie je? En dus door eigenlijk te beginnen handelen zoals de persoon die dat groot doel van jou al bereikt heeft, dat vraagt dus iets nieuws van jou. Dat is het ware cadeau. Dus veel mensen zouden zeggen: van ja, maar ben je dan niet een beetje gedemotiveerd als je 90% van de tijd je doelen niet behaalt? En mijn antwoord is: helemaal niet. En jij zou dat ook niet moeten. Het doel is niet om je doelen te bereiken. Het doel is om die persoon te worden. Dan heb je het spel gespeeld en dan win je dat spel. En, en dat is wat ik zo inspirerend vind aan uh, dagende niet-realistische doelen. Als ik een realistisch doel opzet, ja oké, okay, dan heb ik hem wel gehaald, maar wat, wat ben ik er dan mee? Wie, wie, wie word ik in dat proces? Snap je wat ik bedoel? Dus, ik wil jou uitdagen. Wat is zo'n groot doel dat jij als onhaalbaar lijkt te vinden? Wat is voor jou onrealistisch? En, en kijk naar dat doel, hè. als dat zingen op het, in het sportpaleis is of iemand onlangs zei tegen ja, mij, ik wil graag in de AB gaan zingen. Geweldig, ja, ik ga dat alleen maar aanmoedigen. Wat is jouw groot doel? En hoe handelt die persoon die dat al heeft bereikt? En start nu al zo te zijn. Start die persoon al vandaag te zijn alsof je het al hebt bereikt. En zie wat voor verschil dat, dat kan maken. In jouw leven, in je zangsessies, in jouw optreden zoals je optreedt. Zie wat voor invloed dat dat heeft op jouw dagelijks leven. Echt waar. Mij heeft, dat heeft mijn leven veranderd. <laughs> dus dat is jouw uitdaging voor deze week. Laat mij weten. Stuur mij een mailtje of een berichtje op Instagram. Of laat het hieronder in de comments. Maar ik ben super benieuwd om te horen hoe dat, dat voor jou verloopt. Uh, natuurlijk, die grote zangdoelen die kunnen we enkel bereiken. Als we onze zangvaardigheden onder de knie hebben. En alles begint bij zangtechniek. Dus binnenkort geef ik een workshop daarover. Over zangtechniek. We gaan inzoomen op één specifieke zangtechniek. En ik heb je er heel graag bij. Dus je kan je gratis aanmelden via www.zanglesmetmeigie.be/slash zangtechniek. Ik zie je heel graag daar. Dank je wel om er weer bij te zijn geweest deze week. En heel graag tot volgende week. Dag.